Oh, hoi. Ja, ik was net even aan het kijken. In dit potje met een vergrootglas heb ik een spin gevangen. Nou ja, gevangen. Zo moeilijk was het niet, want hij lag gewoon dood op de grond. Maar daardoor kan ik hem nu wel extra goed bekijken. Leuk om te zien hoor, zo'n echte spin. Ik heb ook nog een paar nepperts. Die kan ik dan weer beter aan jullie laten zien, want die zijn wat groter. Wacht maar even. Kijk, daar heb ik er zo een. Zie je het? Hij is blauw. Ik geloof niet, tenminste, ik weet niet zeker of er in het echt ook blauwe spinnen zijn, maar ik vind hem wel mooi. Ik heb een nog grotere thuis. Nou, die is echt zo nep als het maar kan. Ik zal hem je laten zien. Kijk, dit is hem nou. Mijn vriend de spin. Ja, hij is niet echt, hè? Daar had je zeker wel door. Het grappige is, eigenlijk is het zelfs een handpopspin. Dus hij past wel heel goed bij mij. Nou, vind ik het leuk om je wat te vertellen over spinnen. En daar heb ik kaartjes voor. Ik zal het er even bij pakken. Zitten. Kijk, ik heb wel 6 kaartjes. En op elk kaartje staat een vraag die ik ga beantwoorden en het gaat dan over de spin. Vraag 1. Leg die eieren. Nou, deze spin legt geen eieren voor zover ik weet. Die heb ik tenminste nog nooit gezien. Maar een echte spin legt wel degelijk eieren. Had je misschien niet gedacht, hè? Hele kleine eieren natuurlijk, want spinnen zijn ook heel klein. Maar inderdaad, een spin legt eieren. Waar woont die? Nou, deze woont bij mij in huis. En echte spinnen kun je ook wel eens binnen vinden. Huisspinnen bijvoorbeeld. Maar buiten vind je dan weer vaak kruisspinnen. Die herken je heel gemakkelijk. Ze zitten in zo'n mooi rond web en ze hebben een kruis op hun rug. Hopla, volgende vraag. Heeft hij tanden? Nou, dat is een beetje raar. Hij heeft geen tanden, maar wel kaken. En met die kaken kan hij best wel bijten. Sommigen spuiten er zelfs gif mee. Bleh. Dat doe jij niet toch, hè? Hoop ik. Volgende. Hoeveel poten? Dat wist je misschien wel. Een spin is best een bijzonder dier. Hij heeft 8 poten. 4 aan de ene kant en 4 aan de andere kant. En, staat nog een vraag op, hoeveel ogen? Ja, nou komt er eigenlijk bijna een beetje een leugentje. Kijk, want deze, zie je het, heeft 2 ogen. Net als ik en waarschijnlijk net als jij. Maar een echte spin, zoals die ik in dat potje had, weet je wel. Die heeft meestal 8 ogen. Zo bijzonder, hè? Wat eet die? Ha, nou dat is makkelijk, want ik ken er een liedje over. Misschien ken je het ook wel. De spin wie de wind, die weeft een web, die weeft een web. De spin wie de wind, de spin wie de wind, daar vangt die mugjes en vliegjes in. Nou, makkie hè? Hij eet natuurlijk mugjes en vliegjes die hij zelf vangt in zijn web. De laatste vraag alweer. Hoe heet hij? Nou, deze. Dan denk ik dat de vriendjes op school tegen je zouden zeggen: hij heet Wim. Ja, bij hun in de klas heet hij Wim, want ze hebben er namelijk ook een. Maar het is, kijk, een kruisspin. En deze. Die ik in het echt had gevonden, tenminste die echte. Ja, misschien is het wel een huisspin, maar ik heb er eigenlijk niet zoveel verstand van. Dus ik zou niet zo goed weten hoe die heet. Helaas, pindakaas. Dat waren de vragen en de antwoorden over de spin. Misschien kun je zelf ook nog naar buiten gaan en spinnen zoeken.
Die webben kun je trouwens vaak heel goed zien in de herfst. Vooral 's morgens, als het een beetje vochtig is. Prachtig ziet dat eruit. Moet je maar eens een keer naar buiten gaan. Als het vochtig is en nog vroeg genoeg. En ga je dan ook op zoek naar de spinnen? Jippie!